En dan wil ik een heel groot applaus voor Lars en de Dejeuners. Ze komen daar achter hier langs. Deze personen zijn dit jaar belangrijk voor ons geweest, want aan het begin van het jaar hebben wij als Zevenlinden gezegd: wij willen graag geld inzamelen voor een goed doel. We zijn toen de tijd begonnen met het organiseren van een gala. En dat heeft al een mooie opbrengst opgeleverd. Daarna hebben wij aan het eind van het jaar de projectweek gehad. En in die projectweek hebben alle leerlingen van de eerste en de tweede klas tijdens de talentstroomlessen geld ingezameld. En ook heeft de Jumbo daar zijn steentje aan bijgedragen, want die hebben een flessenactie gehouden. Dus deze dingen hebben geleid tot een mooi bedrag wat ik als Zevenlinden aan deze heren speciaal voor Lars mag overhandigen. Dus ik ga nu het bedrag bekendmaken wat jullie als school allemaal hebben opgehaald voor deze mensen. Diep respect voor jullie allemaal, wat jullie bij elkaar hebben verzameld. Met name met de 12 uur marathon waren wij ook zelf ook actief erbij betrokken om op mee te vissen. Dat was echt geweldig om te zien hoe enthousiast jullie ook allemaal waren. De gala, dat was ook top om te zien hoe jullie daarmee bezig waren. Wij als de Zen Heroes zijn hier echt heel erg blij mee. De Zen Heroes, de Paris plan is hier ook heel blij mee. Kunnen ze weer verder met medicijnen ontwikkelen en te onderzoeken. In de hoop dat we dan uiteindelijk de Zen, zoals wij dat noemen, de wereld uittrappen. Nogmaals enorm bedankt voor jullie inzet het afgelopen jaar.